Van harte welkom bij 7D TV, bij weer een nieuwe video. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Hij vindt dat er nogal wat misgaat in de markt van IT-detacheerders en consultants. En dus doet hij het anders met zijn bedrijf Fresh Minds. En dat doet hij niet verkeerd, want hij groeit als kool. En hij is mijn gast, Joas Schutte. Joas, van harte welkom. Dankjewel. Ja, want jullie groeien hard, hè? We groeien hard. Ja, hoe hard? Ja, heel hard. Eigenlijk, ik denk wel 2-3 keer zo hard als dat we begroot hadden. Dat is goed, toch? Dat is ook goed, inderdaad. Ja, we zijn 1,5 jaar geleden nu begonnen. En in eerste instantie hadden we begroot dat we dit jaar, 2021, uit zullen komen op 17 consultants. Ja. En we eindigen uiteindelijk op 35 plus. Met een aantal weer al opgeleid, zeg maar, voor het volgend jaar. Wat is het doel voor volgend jaar? Te kunnen starten. 75 met Fresh Minds alleen. Maar na verwachting hebben we zo'n 4 BV's staan aan het einde van het jaar. Dus dat goed, daar wil ik zo meteen meer over weten. Ja. Maar om te beginnen, ik zei het al bij mijn intro. Jij hebt ervaring in de IT-wereld. Je hebt daar een aantal jaren gewerkt voordat je Fresh Minds begon. Ja. En jij vindt dat er wel wat, dat het op een andere manier moet. En wat is er mis in de IT-wereld of wat gaat er mis? Ja, het is eigenlijk een beetje... toen ik en mijn compagnon, we hebben bij andere consultancypartijen gewerkt in het verleden. En eigenlijk waren we allebei daar verantwoordelijk voor een business unit. Ik voor Enterprise Analytics en Data Science. Hij voor Software Development. En eigenlijk tegen elkaar aanboksend hebben we allebei onze business units uitgebouwd. Ja. En dat was natuurlijk onder leiding van een ondernemer daar. Die heeft natuurlijk zijn eigen visie en zijn eigen manier om een bedrijf te bouwen. Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. En gigantisch veel van geleerd. Maar ook onderling toen al gespart eigenlijk van wat zouden we nou anders doen? En wat we eigenlijk het dilemma waar we tegenaan liepen is eigenlijk dat vanuit een oude managementstijl, die eigenlijk wat een beetje wat meer autoritairder is ingesteld, worden consultants eigenlijk, je hebt als het ware, je hebt kunnen en je hebt willen. En als we bijvoorbeeld een .NET developer nemen als voorbeeld, die wordt al snel, zeg maar, in het bakje met .NET developers geplaatst. En daar horen dan ook bepaalde projecten bij. En dan wordt er ook automatisch van die developer verwacht dat die ook naar een bepaalde klant gaat of naar een bepaalde opdracht, zonder dat hij daar zelf überhaupt inspraak in heeft. Ja, ja, ja. En natuurlijk gewoon tegen een bepaald vast salaris, wat ook vast staat. Ja. En wij laten de consultant echt zelf kiezen. Dus we hebben een enorm netwerk opgebouwd in de loop der tijd. We weten van bedrijven in Nederland doorgaans wel van, is het echt een Java-huis of een .NET huis? Ja, ja. Waar zijn die bedrijven? Wat voor projecten lopen er? We hebben ook een verlengd netwerk met weer andere partnerbedrijven waar we mee samenwerken. En wat we eigenlijk doen is, voordat iemand bij ons start, zorgen we er eigenlijk voor, dan gaan we samen al heel actief op zoek naar een opdracht, naar een project. Maar ervan uitgaande van wat diegene zelf graag wil. Graag wil, ja. Maar, en dat kan wel eens wat anders zijn dan dat .NET project waar je in instantie... Maar een .NET developer wil toch geen Java klussen doen? Nee, dat klopt. Die wil ook maar geen je bedoelt eerder dat hij zegt van, nou, ik zou wel in de zorg iets willen doen. Of ik wil bij een opdrachtgever in de automotive werken. Of moet ik het zo dan zien? Of wat ja, dat zou kunnen. Een andere sector. Maar wat bijvoorbeeld ook kan, is dat hij zou iets meer met cloud technologie willen werken. Ja. Andere soorten technologie. Of heeft altijd op de backend gezeten. Zou ook wel iets meer aan de frontend willen doen. En ik moet zeggen dat de marktsituatie helpt daar ook wel bij. Ik wou zeggen, want dit klinkt natuurlijk super tof. Ja. Straks, nu heb je 30 man, maar straks zit een paar honderd. Ja. En de een naar de ander die zegt, oh, ik wil dit, ik wil dat. En, maar dat moet dan wel lekker matchen met je opdrachtgever. Ja, dat klopt. Zolang je keuze hebt aan opdrachtgevers, dan kan ik me voorstellen. Maar als de markt krap wordt, hou je die filosofie dan vol? Ja, nou ja, we zeggen van, jij hebt de keuze waarop je start. Alleen de verwachting is wel heel duidelijk. Dat op het moment dat jij ook echt kiest, en dat gaat dan echt vanuit een intrinsieke motivatie. Want die kiest op een bepaalde reden, kiest die consultant dan voor die klant en voor dat project. Maar als je daar dan ook voor kiest, dan committeer je daar ook aan. En dan gaan we die klant ook echt, zeg maar, verder helpen. Dan gaan we impact maken. En dat is voor een bepaalde periode. Je kunt natuurlijk altijd tussentijds dingen veranderen. Of de verwachting die je van tevoren had van de opdracht, dat kan ook anders uitpakken. Dat hebben we ook wel eens gehad. Nou, dan gaan we in eerste instantie met die klant in overleg. Maar dan op een gegeven moment, als er ook geen houden meer aan is, dan snapt die klant op zich ook wel dat we dan op zoek moeten gaan naar iets anders voor die medewerker. Je faciliteert hun carrière. Ja. Mm-hmm. Zij zitten zelf in de driver's seat. Ja, ja. Wij zijn zelf ook millennials. Ik ben 34, mijn compagnon is 30. En we hebben gewoon heel erg gekeken ook van wat hebben wij bij voorgaande werkgevers als prettig en als onprettig ervaren.
En echt, zeg maar, die autonomie, zeg maar, zelfbeschikking over je eigen carrière. Ja. Dat zetten wij voorop. En hoe geef je dat nog meer vorm? Want dat klinkt mooi allemaal. Ja. Maar dan wil ik nog wel meer, kan ik me zo voorstellen. Ik heb inspraak in wat voor soort klussen ik wil. Wat voor soort opdrachtgevers ik zou willen. Dat is geen eis waarschijnlijk, maar dat is een wens. En daar gaan we samen in koppelen. Ja. En dan proberen we daar de juiste match te vinden. Ja. Wat kan ik nog meer dan als het gaat om dat zelf regelen van mijn carrière bij jullie? Beloning. Ja, ongelimiteerd opleidingsbudget. Een ongelimiteerd oké. Ja, hebben we. Dus we stellen er een paar voorwaarden aan. En dat is van, maken we dan een persoonlijk ontwikkelplan met een consultant. En past dat, zeg maar, in het pad die je voor jezelf hebt uitgestippeld? Mm-hmm. Schieten wij als bedrijf er iets mee op? Mm-hmm. Want wat we vaak ook van de consultant dan vragen is van, joh, geef dan een kennissessie bij een van de bijeenkomsten met de andere consultants, zodat de rest er ook iets mee opschiet. En schiet de klant er iets mee op? Nee. En het zijn een aantal dingen die we vanaf... Moet relevant zijn. En wat kan ik nog meer dan als ik bij jullie werk? Dus een onbeperkt studiebudget, inspraak in een soort van klanten. Zijn er meer dingen? Ja, en dat is het beloningsmodel. En dat precies. Dat is op zich ook wel interessant. Want we zijn eigenlijk afgestapt van gewoon het vaste salaris. Wat we doen is eigenlijk, het is gebaseerd op het Middellands model. Maar dat zijn al een aantal partijen in Nederland die dat doen. Dat hebben we gepakt, dat hebben we getweakt, dat hebben we wat meer van deze tijd gemaakt. En dat noemen we nu dan het Freshlands model. Oké, leg eens uit. De medewerker krijgt een basissalaris. De basissalaris ligt iets lager dan wat het zou liggen bij een andere consultancypartij. Maar daarbovenop wordt het aangevuld met een bonus. En die bonus is eigenlijk bepaald op de omzet die de medewerker draait per maand bij de klant. Dus je moet eigenlijk zo zien dat een bepaald percentage, verreweg het grootste deel van de omzet die we draaien bij de klant, gaat weer terug naar de consultant. Maar dan is eigenlijk hoe meer billable je bent, hoe meer je verdient. Moet ik het dan zo vertalen? Ja, klopt. Dus hoe meer uur je maakt, hoe hoger het uurtarief, hoe meer je dus ook verdient. En dat uurtarief wordt bepaald door? Heb ik daar ook nog inspraak in? Of wordt dat bepaald? Expertise, ervaring. Ja. Maar bepaal ik dat als werknemer, heb ik daar nog invloed op? Of bepaal jij dat met de klanten? Nou ja, in het verleden was het zo dat iedere euro die ik bij een klant extra ophaalde bovenop het uurtarief, dat was voor mij alleen. Dus ik was voor mezelf was ik dan aan het onderhandelen. Ja. En nu is dat niet meer zo, want nou ja, tot 70% gaat rechtstreeks naar de medewerker. Dus het is ook zo, als een klant heel blij is met een consultant van me, dan zijn ze vaak ook wel bereid bij een verlenging om dan iets te bovenop te zetten. Ja. Omdat die medewerker daar natuurlijk dan ook wel weer blij van wordt. Hey, als ik dit zo hoor, hè, dan hoor ik een hele hoop freelance kenmerken. Ja. Waarom gaan ze niet freelancen dan? Waarom komen ze naar Fresh Minds? We bieden echt, dat is ook de reden dat we het hebben neergezet. Eigenlijk een van de eerste medewerkers is Mark Bakker. Dat is een mooi voorbeeld. Die heeft 15 jaar gewerkt als freelancer. ik wil niet zeggen hoeveel die omzetten, maar dat was een substantieel bedrag per jaar als freelancer. We raakten met elkaar in gesprek en we kregen zoveel energie van elkaar dat we echt zoiets hadden van, we hebben een goede lead developer nodig om Fresh Minds mee te bouwen. En we wilden er samen dolgraag uitkomen, maar in een conventioneel model, dus een vast salaris, redden we dat belangen aan niet. Dus ben ik op zoek gegaan naar een nieuw model. Toen ben ik hier tegenaan gelopen. En je ziet ook de afgelopen tijd een behoorlijke trend, zeg maar, richting het freelancerschap toe. Daarnaartoe. Dus heel veel developers zien het ook als een mooie volgende stap in hun carrière. Als ze genoeg ervaring hebben, het netwerk is groot genoeg om dan op een gegeven moment te gaan freelancen. Mm-hmm. Want dan kun je pas echt goed mm-hmm. geld verdienen. Ja. Maar er is eigenlijk geen goed alternatief voor freelancen. En dat is wat wij nu bieden. Ik zei al, zeg maar, hij groeit als kool. Dat zei ik niet voor niks. Want jullie hebben een investeerder aan boord. Of iemand die zich behoorlijk bemoeit met jullie. Jordi Kool. Klopt. Voor de mensen die hem nog niet kennen. Hierboven een linkje naar een interview. Want we hadden hem hier op bezoek. Ja. Vertel eens, wat is het geheim om te groeien? En hoe belangrijk is zo'n Jordi Kool als investeerder en als ervaren man daarbij? Nou ja, wij zijn natuurlijk twee super onervaren ondernemers. We hebben nog nooit zoiets gedaan als wat we nu aan het doen zijn. En dan is het super fijn om iemand aan boord te hebben die alles al heeft meegemaakt. Ja. Dus en dat is zeker wel een van de belangrijkste factoren van van het mogelijk maken van onze groei. Dat is enerzijds cash. Cash is gewoon belangrijk. Groei kost geld. Ja. We hebben ook zelf echt niet de tijd om elke dag al op LinkedIn nieuwe kandidaten te benaderen. Mm-hmm. Dus we hebben een aantal recruitmentpartijen hebben we achter ons staan die ons constant voorzien van goede kandidaten. Nou, die moeten natuurlijk ook betaald worden op het moment dat zij iemand bij ons plaatsen. Ja.
Maar belangrijker misschien nog wel, is dat hij doorziet eigenlijk al wat er gaat komen. Ja, precies. Dus ja. We zijn eigenlijk altijd, zijn we zeg maar de toekomst een paar stappen, we zijn er een paar stappen voor. Ja. En we vallen nu zeg maar onder de Future Human Capital Group. Dat is een groep met als focus eigenlijk de mens. Dus de mensen maken het verschil. Waarin ook een aantal andere bedrijven eronder vallen. Dus we hadden meteen al toegang tot een mooi kantoor waar we gewoon bij in konden trekken. Er zit een recruitmentpartij in die ons kon voorzien van software developers. Ja, want die groep is inmiddels ook al 80 plus volgens mij. Ik weet niet of dat in... Echt in de 100 inmiddels al. Ja. We groeien hard. Ik weet niet of je bekend bent met het Eckert Winsen model. Ja, dus kleine cellen. Principe. Zeg maar. Ja, dat willen we ook zo houden. Oké, dus vanaf 50 man of zo ga je opsplitsen. Ja, 40, 50 man gaan we naar het opsplitsen. Het ziet er naar uit dat als eerste zeg maar Java een eigen onderkomen gaat krijgen in de eerste helft van volgend jaar. Mm-hmm. En dan moeten daar natuurlijk ook weer een aantal technical leads aan de leiding staan. En, een commerciant. Dus dan heb je daar ook weer doorgroeimogelijkheden. Is er ruimte voor werknemers om aandelen te krijgen? Ja, zeker. Ja, dat is ook wel echt de filosofie. Dus het, echt zeg maar in het model van het delen van de omzet die de medewerker zelf draait. Mm. Daarin wordt de medewerker zelf veel meer betrokken. Dus we hebben ook echt veel meer het gevoel dat we samen aan het ondernemen zijn. Daarin willen we delen, maar we willen dus ook delen op het gebied van aandelen. Twee dingen die ik nog wel weet van je. Eén, wat zijn de trends in IT de komende jaren? Want als we dat Eckert Winsen model maar eens even hanteren. Je hebt er Java, .NET is al een paar keer genoemd. Wat zijn nog meer expertises of ontwikkelingen waarvan je denkt van... Hey, met Jordi kijken jullie naar de toekomst. Wat zijn ontwikkelingen waar je echt veel menskracht op gaat nodig hebben? Ja, we zijn nu ook bezig met... We willen eigenlijk ieder jaar minimaal één overname doen... In consultancy land. We zijn ook nu ook momenteel druk in gesprek met een BI-club. Okay. Business Intelligence. En dan niet alleen Business Intelligence, maar ook Data Science en Data Engineering. Ja. Dat willen we er nu als volgende, willen we dat erbij gaan doen. Maar een andere grote goede mogelijkheid voor ons is ook bijvoorbeeld België. Internationaliseren gewoon. Ja, de grenzen over. Ze zijn momenteel ook op zoek naar iemand die dat kan gaan doen. Die België kan gaan, opstarten. En zo'n model als wat wij hebben, nu hier in Nederland, dat is in België bestaat dat eigenlijk nog niet. Eigenlijk zijn jullie een soort next generation IT bedrijf. Moet ik het zo een beetje ja, heel dus goed ook Future Human Capital Group. Ja, precies. Dus echt zeg maar een modern consultancybedrijf. Ja, ja. Het IT consultancybedrijf voor millennials. Ja, want die zijn lekker eigenwijs. Die willen het graag zelf voor het zeggen hebben. Ja. En ook gewoon lol maken. Ja, precies. En dan spreken wij elkaar over, weet ik veel, een jaartje of 2, 3 of zo. Als je dan kijkt naar jullie roadmap, waar sta je dan? Ja, dat is een goede vraag. Je mag kiezen. Nou ja, tegen het einde van het jaar. Ik zei het al. Er wordt zometeen. Wordt er boven Fresh Minds. Gaan we een holding plaatsen. Fresh People Group. Of we moeten daar nog een goede naam voor bedenken. Nou, daaronder komen dus zeg maar die verschillende cellen te staan. Je hebt dan Fresh Minds. Je hebt dan voor de Javanen natuurlijk een BV. En Javanen daar, noem je dat? De Javanen, ja. En, de .NET'ers. Ja, precies. De .NET'ers. De BI'ers. De Python developers. Ja. En dus daar zijn we nu ook weer op zoek naar business managers. Hoeveel van die cellen heb je over zeg maar, eind 2000, laten we nog dichterbij, eind 2022? Eind 2022 hebben we er 3 of 4. Staan. Ja. Dus dat jaar erop zouden dus moeten het dan richting 6 gaan. Dus je gaat echt naar honderden mensen. Ja, dat is wel het doel. Maar wel die persoonlijke aandacht die we nu hebben. We hebben voor de mensen die willen we bewaken. En daarvoor heb je dus dat cel in principe. Ja, snap ik. Dat iedereen elkaar ook nog kent binnen het bedrijf. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja. Mag ik je heel veel succes wensen? Ja, dat mag. En dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar weer een prachtig ondernemersverhaal. En als je hebt geluisterd naar de podcast, ook dankjewel voor het luisteren. Zit je nou op YouTube te kijken? Blijf hangen. Over een paar seconden 2 nieuwe video's. Voor nu, dankjewel. Hoi. We'll be right back.